Dit is jouw natte droom. Toch? Dit is jouw natte droom. Ik kijk al 12 jaar, sinds een beetje het WK 2010, kijk ik altijd naar de uitzendingen. En het echt leuk werd, vanaf dat moment. Ja, sinds dat moment ben ik groot supporter van deze televisieprogramma geworden. Ja, je was vanaf je 12e dus fan. Ja. Je kijkt alles terug, heb ik begrepen. Ja. Je bent eigenlijk een enorme fan. Dus je hebt altijd gedroomd van dit moment dat je op die kruk mag zitten. Bij VI met Johan, René en Helen. Dit is een topavondje voor mij. Lekker man. Ja, geniet ervan. En dan heb ik nog... Ja, geniet ervan. Dan hebben we nog een verrassing voor hem. Dan mag hij ook de koekoek. De koekoek, ja? Is hij klaar voor de koekoek, ja? Ben je klaar voor de koekoek? Ja, ik ken hem natuurlijk. Ja, wil je de koekoek doen? Ja hoor. Nou, dan komt hij. Ja, yes. Dat was een goede koekoek, dit. Je hebt ook wat minder gaan mensen heel voorzichtig, maar jij ging echt all the way, hè? Goede koekoek. Goed voorbereid. Heb jij wel eens een koekoek gedaan, eigenlijk? Nee, en dat zul je ook niet meemaken. Bij koekoekje gewoon? Nee? Nee. Dat zou ik ook leuk vinden. Nee, want sinds ik niet meer drink, doe ik dit soort dingen. Maar je hebt toch een keer toen je wegliep of zo'n koekoekje gedaan? Of heb je nooit een koekoekje gedaan? Ja, maar dat was een grapje. Waarom was dat? Oh. Dat was een grapje. Dat was een heel klein koekoekje. Want jij hebt zo'n leuke rubriek in de gang of zo. In de wandelgangen? In de wandelgangen, ja. Zo'n rubriek heb ik nog een keer met Jansma gehad. In de wandelgangen. Was lachen. Maar ik had die... Kees dit leuk vinden of niet? Jawel, jawel. Ja? Nee, hij kan het nu nog uitzetten. We hebben allebei onze broek aangehouden die avond. Maar, dat is ook de eerste keer dan. Nee. Ja. We hadden een rubriek die heette Derks en Jatsma. En ik had die Michels helemaal afgezekerd. Ik had zo hekel aan die man. Hè. En we komen bij de WK in Spanje, was dat geloof ik, in een hotel. En wie zit naast ons in een hotelkamer? Michels met zijn vrouw. Dus wij gaan op het terras zitten en hun gaan er ook bij zitten. En die stemming was al zo dat we merkten, ze hebben het gelezen. En dan begint die mevrouw Michels tegen Jansma. Meneer Jansma, eerlijk gezegd, dat valt ons, Rinus ook hoor, dat valt ons erg tegen wat u over ons geschreven heeft. En die kale durfde niet te zeggen, want hij heeft het gedaan. Ja, en ik weet wel dat Michels, die had 's ochtends heibel met zijn vrouw. Mm-hmm. Gooien smijtwerk en schreeuwen, jongen, met die harde stem. Maar dan ga je naar het ontbijt, dus ik doe de deur open en hij ook. En dan net doen Michels of ze helemaal niks aan de hand. Maar ik had alles gehoord. Nou, lekkere dingen om allemaal mee te maken. Jij hebt ook nog nooit een koekoekje gedaan, volgens mij. Nee, als jij het wil, dat ik... Ja, ja. Koekoekje? Ja. Dames en heren, koekoekje. Ja. Ja, kom, ja. Nou, ja. Je, hoor. Ik wou vertellen. Ja, doe maar. 2, 1. Ja. Ah, is goed, hoor. Kijk, ja, een goede koekoek. Je krijgt hier gewoon applaus voor uw koekoek. Ja. Nee. Waar zijn we in beland, man? Wat is dit hier? Maar kijk, nou we toch beter zijn als er nog mensen in het publiek zijn. Ja. En Helene is ook nog niet geweest. Ja, zeker wel, maar ik wil het nog wel een keertje doen. Wanneer heb je de koekoek gedaan? Ja, ik heb een keer aan de bar gezeten. Dan moest ik even koekoeken. Heb je op de bar gelegen? Ja, nee, dat doe ik ook wel eens, maar in dit geval zat ik aan de bar. Oké, nee, als jij het al gedaan hebt, dan is het niet nodig. Dan hebben we alleen Johan nog binnenkort. Ja.